eigenlijk een orkest dat op de eerste plek plaats voor het eigen plezier speelt. En dat plezier en dat wat wij zelf voelen in de muziek proberen wij ook op het publiek over te dragen. Dus het is vooral het enthousiasme en ook ons hart voor de muziek die op de lessenaar ligt. Waarvan wij hopen dat die ook op het publiek overgedragen wordt. Ja, het orkest onderscheidt zich dat er heel veel verschillende soorten mensen in zitten, maar wel allemaal met een heel goed niveau van spelen. Dus er zitten soms mensen die in de radioorkest hebben gespeeld en na een pensioen toch graag nog op mooi niveau muziek wilden maken. Maar er zitten ook echt amateurmuzici die uit liefde muziek maken, maar allemaal actief en vol passie. Once again, I wanted to go until over. Yeah. Samen spelen. Gewoon het samen weer muziek maken, dat vind ik heerlijk. Wij kennen elkaar van het studentenorkest in Groningen. En toen zijn we getrouwd en kregen we kinderen. En toen werd het een beetje druk voor heel veel zaken, waaronder het vioolspelen. En op een gegeven moment ging dat weer, kregen we weer tijd. En de eerste keer dat ik weer meespeelde, dacht ik, ja, heerlijk. Dit is het, samen muziek maken. Want Michiel speelde eerst bij een ander orkest vanwege de kinderen. Want we kunnen niet allebei 's avonds weg zijn. En nu zijn ze wat ouder en nu kunnen we samen weer muziek maken. Dus het is heerlijk. Ik heb altijd al viool willen spelen. Ik heb het heel lang gedaan en ik speel nu de altviool. Net zoiets en dan net een slagje mooier en dieper. Ik heb vroeger in studentenorkesten gespeeld en toen studie kinderen en kwam het er niet meer van. En toen kwam er een plekje vrij bij de fluiten en toen werd ik gevraagd of ik belangstelling had. En dat vond ik wel heel leuk om weer, na heel lang niet gespeeld te hebben, weer eens mee te doen in orkest.
zeer leuk. Het is, geeft heel veel energie. Het is altijd leuk op de repetities. Inspirerende dirigent. Leuke mensen om me heen. Dus ik ga altijd vol energie naar huis. Ik speelde altijd op viool, veel in orkesten gespeeld. Dus dat ik ben een paar jaar gestopt nadat ik studeerde. En toen miste ik toch wel het viool spelen. Dus ik ben daarna gaan zoeken naar orkesten. Ik woon zelf in Hilversum. Dus dacht, nou, misschien is er in Hilversum wel iets leuks. En toen zag ik twee jongens staan op de ledenlijst waarmee ik ook in studentenorkesten heb gespeeld. En toen dacht ik, nou, misschien kan ik die gewoon een bericht sturen en kijken hoe dit orkest is. Ja. En dat was heel erg leuk, meteen. Ja. Ja. Ik vind iedere repetitie een feestje. Het is gewoon altijd leuk en iedereen is vol aandacht altijd. En dat vind ik toch wel bijzonder. De dirigent hoeft eigenlijk nooit te zeggen van stop, stel, luister, opletten. Het is gewoon heel veel toewijding. Maar het is ook heel gezellig en goed, vind ik. Ik zit op het puntje van mijn stoel om partijen goed te spelen. Oorspronkelijk heb ik begonnen met piano. En daarna, ik wilde iets nieuws proberen, dus ik was 15 jaar oud. En ik heb die instrument gezien, met een rare vorm, moet ik zeggen. Dus ik heb het gepakt en geluid gemaakt. En daarna dacht ik ook wel, het klinkt wel een beetje machtig of zo. En daarna heb ik beginnen met de hoorn. Ik heb conservatorium gestudeerd voor een paar jaren en ik heb altijd in de orkest gespeeld. Daarna was ik biotechnologie aan het studeren en ik ben naar de andere orkesten, studentenorkesten, bijvoorbeeld de WU-orkest, ik was er aan het spelen en daarna was het moeilijker met de tijd om dat te doen. Dus de Goois Orkest was een perfecte oplossing. Ook wel gezellige mensen, dus daarom. Ik speel eigenlijk nog vrij kort bij dit orkest. Ik ben na ruim 20 jaar niet te hebben gespeeld, heb ik de stof weer ervan afgeblazen. En had ik me aangemeld voor dit orkest en ik kon gelijk instappen. En ontzettend leuk, want ik ben wel een beetje veel eisend, misschien een beetje snobistisch, maar ik vind het heel fijn dat dit orkest gewoon enig niveau heeft. Dus je merkt heel erg dat als we beginnen met een stuk, dan is het echt wel even zoeken en wennen. En dan lukt ook niet altijd alles gelijk, maar het staat al vrij snel best wel stevig. En ik vind het heel tof hoe Joost in zijn rol als dirigent gewoon lekker eraan werkt en het gewoon echt tot een, nou ja, in sommige gevallen echt een volwaardig concert weet te brengen. Dat vind ik erg leuk om aan mee te werken. Thank you.
So it's always really nice to share music with many, many people instead of just being alone in your room. And especially if it's new faces, it's always really nice. New venue for me, new place. And I've only played with orchestra one other time, and it was the same piece, but it's still a completely a different experience, and this is always really enriching to experience. Veel soorten repertoire, eigenlijk 4 eeuwen bijna van repertoire. Dus we spelen natuurlijk de klassieke werken, Mozart, Beethoven, Brahms, Russische componisten. Maar we hebben ook een nieuwe muziek gespeeld die vers geschreven is. We hebben muziek van Ruud Bos gespeeld, een echte Hilversumse lichte muziek. We hebben ook een Amerikaans programma uit de 20e eeuw gedaan, dus... we proberen het zo gevarieerd mogelijk te houden.